Knuffel Drones is een project waarin we met kinderen samen drones ontwerpen. En het is een educatief project wat bij scholen wordt ingezet. En aan de oppervlakte zijn het heel erg leuke drones die ook echt gaan vliegen en wordt lekker geknutseld. Daaronder zit een diepere laag waarin we privacy issues en surveillance issues proberen te bespreken met die kinderen. Wat een hele uitdaging is, maar heel erg leuk om te doen. Ja. Waarom zijn drones belangrijk en waarom zijn ze belangrijk voor kinderen? Drones zijn interessant omdat er natuurlijk nu heel veel om te doen is in Nederland. Aan de ene kant heb je natuurlijk de militaire toepassingen, maar je hebt ook steeds meer de andere toepassingen, de meer publieke toepassingen of de commerciële toepassingen. Wat voor ons belangrijk is, is dat het belangrijk is, we willen graag creatief onderzoek ermee doen. En we merken in Nederland dat het lastig is, omdat er alleen maar wetten zijn voor amateurs of voor grote bedrijven. En er is eigenlijk weinig tussenin voor stichtingen en experimenteerders. Dus dat maakt het voor ons al belangrijk om ernaar te kijken. En dat vonden we een interessant deel daarvan. Maar ja, en natuurlijk gewoon het surveillance vraagstuk. Dus drones zijn natuurlijk een perfect voorbeeld van een wereld waarin iedereen elkaar bekijkt. Wat covalence wordt genoemd. Waar we elkaar heel erg gaan bekijken. Niet alleen maar Big Brother, maar bij elkaar. Ja, welke rol spelen drones daarin? Hoe ziet die wereld eruit straks waarin dat alledaags gaat worden? Dat zijn belangrijke vragen denk ik om nu al naar te kijken. En leuk om te onderzoeken. Hey, en hoe snij je dit onderwerp aan bij kinderen? Heel erg door learning by doing. We hebben geen teksten die ze moeten lezen. We hebben gewoon 5 lessen. We beginnen met gewoon een les introductie wat een drone is. Met voordoen, laten zien wat een drone is. Loopings doen, uitleggen hoe aerodynamica werkt van een drone. Tot vervolgens lessen gewoon gaan bouwen. En dan les 4 gaan ze echt vliegen. Dus dat is echt de grote dag vliegen. En les 5 is echt een dag waarin wordt gereflecteerd op de vragen die al in les 4 dan aan bod komen. Oké, hoe zou het nou echt zijn in zo'n wereld met die drones? En wat doet dat dan met je privacy? Wat doet dat met je situatie thuis of school? En doordat ze het dan gedaan hebben, wordt het veel tastbaarder en veel begrijpelijker voor ze. En dat is heel waardevol. Wat heb jij aan South by Southwest? South by Southwest is een verrassend goede informele plek om te netwerken. Om mensen te ontmoeten die je nooit zou ontmoeten, die je normaal gesproken alleen maar presentatie geven. En ineens sta je in een rooftop bar, sta je naast zo iemand en daar sta je er gewoon een beetje mee te kleppen. En het is gewoon gezellig en na afloop wissel je kaartje uit en vertel je over projecten. Het is een hele informele manier om met hooggeplaatste mensen te praten. Daniel, op het podium South by Southwest, hoe ging die? Verwarmend. Nee, het was heel erg leuk om te doen. Ik vond het een heel leuk publiek. Ik had een paar vragen aan het publiek en ik vond dat overweldigend wat voor een lawaai en wat een hoeveel gedachten er dan terugkomen. Hey, volle bak had je, dat is ook mooi, want het komt ook wel eens anders voor, heb ik hier eerder gezien. Je thema was unspecialized. Waarom is dat belangrijk, unspecialized? Ik denk omdat waar dit over ging, er zijn nu natuurlijk hier heel veel mensen die allemaal een bepaalde gedachte hebben en denken, ik kom hier alleen om de media dingen te zien, ik kom hier alleen om de sociaal media dingen te zien. En waar mijn verhaal eigenlijk over ging is dat ongelooflijk goed is om een bepaalde kennis te hebben en die te verdiepen. Maar dat je om dezelfde tijd eigenlijk ook eventjes moet kijken wat je niet meer ziet. Het tweede was hoe je, als je heel lang op dezelfde plek bent, je eigenlijk op een gegeven moment stopt met naar je omgeving kijken. En het derde was hoe je door je telefoon vaak eigenlijk niet meer naar je directe omgeving kijkt. Het gevolg van al die inzichten is de app die je hebt gemaakt, Koekeloe. Wat doet die? Daarmee word je gevraagd om op zoek te gaan naar ronde vormen. Daar begint het mee. En als je iets rond vindt in je omgeving, maak je daar een foto van. Dan krijg je daarna te zien wat andere mensen gemaakt hebben. En dat is eigenlijk een spel. Ja, en wat wil je daarmee bereiken? Dat je ziet dat er heel veel dingen zijn die je niet ziet. Als je op een gegeven moment ergens woont, dan elke dag sta je bijvoorbeeld in de keuken en je hebt nooit gedacht over wat er in je keuken staat als iets ronds. Je hebt eigenlijk altijd gedacht naar wat moet ik hebben om nu mijn ontbijt op te eten. En dat is een game die goede reacties kreeg, onder meer bij The Wired. Hoe internationaal, hoe succesvol is de game? Het spel wordt nu in, volgens mij, Yuki had het precies bij, maar in iets van 30 landen gespeeld. Dus we zien veel Nederlanders die het spelen, veel Amerikanen, Japanners. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft dat ik daar ooit heb gewoond. Dus hele verschillende, en dat vind ik het allerleukste. Heel veel verschillende landen die het spelen. Hey, en wat heb je aan South by Southwest? Ik vind het vooral heel erg leuk om te zien wat andere mensen komen vertellen.
Dat vind ik het allerleukste. Er is niet per se een zakelijk doel of een ander iets. Ik vind het gewoon heel erg leuk en interessant om te zien wat, denk ik, toch wel ergens de top internationaal gezien te vertellen heeft. En het is ongelooflijk mooi dat het dan allemaal samenkomt op één kleine plek. Waag Society, wat zijn jullie hier aan het doen? Wat we hier doen is de verschillende projecten van het Open Wet Lab vertegenwoordigen. Projecten zoals Biostrike, Trust Me I'm an Artist, The Other Dinner, wat hebben we nog meer bij ons? Hack the Brain. Hey, en als jij op feesten en partijen moet uitleggen wat Open Web Lab is en doet, wat zeg je dan? Eén is het niveau waar we die verschillende expertise's van kunst, ontwerp, engineering, wetenschap en dat waren ze, bij elkaar brengen. Waarbij we residencies voor kunstenaars organiseren in plantbiologie laboratoria, stamcel laboratoria, neurologie, etc. En dat andere niveau is waar we allerlei soorten van events organiseren waar het publiek hands-on kan ervaren wat life sciences inhoudt. Dus zelf GMO's maken tot waar dat wettelijk mag in Nederland. Zelf ervaren hoe het is om een celcultuur te maken met vlees. Hoe je kunt interacteren met een brain-computer interface, een BCI. Wat is voor jou zeg maar, één project, één voorbeeld wat goed weergeeft wat jullie doen, waar jullie voor staan? Dat is een event geweest dat we eigenlijk een klein jaar geleden hebben gedaan, The Other Dinner. Waarbij we het publiek hebben uitgenodigd om samen met ons een diner klaar te maken, te koken. Wat we daar hebben gedaan, dat zijn drie gangen maken. De eerste gang was, hoe zitten onze vooroordelen in elkaar over dat vlees dat onze grootouders aten? Dus varkenskop, varkenspoot. Hoe zitten onze ideeën in elkaar over hele andere dieren eten? Dieren die we niet gewoon zijn te eten, zoals muizen en ratten. Vanuit het idee dat vlees van muizen veel efficiënter te kweken zou zijn. Dus zouden we moeten wennen aan het eten van muizen. We hebben met dat publiek hebben we muizen klaargemaakt. En dat zijn we hier ook aan het doen. Het maken van muizenlever parfait bonbons. Er zijn wat mensen die hem hebben gegeten, waaronder Bruce Sterling. En als laatste gang van het diner hebben we met datzelfde publiek celcultures gemaakt. Door het opensnijden van die muizen en het nemen van een heel klein beetje levend celweefsel wat we daar nog in kunnen vinden. En dat op kweek zetten op een serum dat je in een bioreactor een aantal dagen laat staan. En vervolgens onder de microscoop kunt laten zien of er celdeling heeft plaatsgevonden. Hey, wat hebben jullie, wat is je indruk zeg maar, van South by Southwest, wat hebben jullie aan je aanwezigheid hier op dat evenement? Het is wel grappig, want we staan hier op een trade show waar iedereen een trade heeft. En wij niet meteen. Dus ik sluit elke pitch van elk project dat wij doen af met and you can hire us. Of soms als mensen echt een leuk gesprek ingaan, dan kan ik ook nog wel eens laten zien dat Waag Society niet alleen maar een open wet lab heeft, maar ook nog eens een Fairphone maakt. Een paar leuke reacties. We hadden gisteren een paar muziekliefhebbers van, ik denk, tegen de 60 hier aan onze stand, die in hun dagelijks leven voor een hele grote Amerikaanse farmaceutische company werkte. Die ik uitlegde wat wij doen met citizen science en het vinden van nieuwe antibiotics. Die zeiden van, wij kunnen dat niet. Het is fantastisch dat jullie dat doen. Wij zijn oude business. Biohackers hebben de toekomst.